Hi. Voor twee personen, kunnen we nog ergens zitten? Zeker. Ja. Het is tijd voor Wat een Terrassing. En dat is leuk, want wat doen we nou iedere week? Wij gaan gewoon langs bij een terras in Nijmegen. En dan gaan we kijken of ze de waarderingen op TripAdvisor bijvoorbeeld waard zijn. Kijken wat ze eigenlijk waard zijn. En de vorige keer zijn wij naar de Blonde Pater geweest. Ja, dat was in de allereerste aflevering. Ja, die hebben we bekritiseerd met 3 flamingo's, dacht ik, hè? 3? Nee, 4 zelfs. 4 flamingo's zelfs. 4 flamingo's, ja. Uit 5. Van de Blonde Pater. Nou, dat hebben ze best wel aardig gedaan. Afgelopen week zijn we ook ergens geweest. Wij zijn gegaan naar een van de misschien wel meest bekende terrassen van Nijmegen. Brouwerij de Hemel. Ja? Ja, dat pleintje daar achter de stad eigenlijk. Je zit, als je op de Grote Markt bent, dan loop je straatje door. En dan ergens achteraf, vlakbij de benedenstad eigenlijk al, kom je dan terecht bij de Hemel. Heel Bourgondisch. Bourgondisch inderdaad. Alleen maar huisbiertjes. Het is niet echt een standaard terras, maar het zit wel iedere keer als we daar komen stamp en stampvol. Zeker. En de waarderingen online zijn natuurlijk ook heel erg goed daar. Maar we hebben het zelf mogen testen. Aan een lijve ondervinden de Hemel hun waarderingen waard zijn. En dan is het ook gelijk de vraag aan jou. Wat vond je er nou eigenlijk van? Nou ja, we hebben dus ook, moet er eens bij zeggen, een hapje gegeten. Dus niet alleen een drankje gedaan, maar ook even een lekkere hamburger naar achter gestouwd. Ja, wat vond ik ervan? Kijk, het schept natuurlijk hoge verwachtingen, hè? De Hemel. Ja. Dat is best wel een begrip in Nijmegen. Ik had vooraf verwacht, als ik het had moeten inschatten, dat we 4 en misschien zelfs wel 5 flamingo's zouden uitdelen. Ja. Wat uiteindelijk is geworden, gaan we straks bekendmaken. Maar ik vond het een klein beetje tegenvallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. We zijn er nog niet zo heel lang geleden ook al een keer samen geweest om een drankje te doen. En ook om te eten, eigenlijk precies hetzelfde als nu. Ja, klopt. Maar dan zonder te testen. En toen vond ik het wel oké. Alleen, ik vond de tafeltjes heel klein en de stoeltjes heel naar zitten. We hadden nu toevallig wel betere stoelen, dus dat was gelijk het pluspunt bij binnenkomst. Het was heel druk. We hadden echt keuze uit 2 tafeltjes, geloof ik, en dat was het. En die drukte zorgde er ook wel voor dat we heel lang moesten wachten. Ja. Gewoon überhaupt voordat we een eerste drankje konden bestellen. Volgens mij hebben we er zeker wel een goede 10 minuten gezeten als het geen kwartier is. Ja. Dus dat vond ik al best wel een minpunt. Alles duurde heel erg lang. En ik voelde me op een gegeven moment heel erg in de zeik genomen. Ja. Wat was namelijk het geval? Ik had een hamburger gekozen. Black Angus burger, geloof ik. Ja. En toen blijkbaar heb je dus 2 varianten daar. De gewone en de een of andere hel versie. En ja, die de helse burger. De helse burger, zo heet die ook echt. Die is echt intens pittig heet. Nou, ik bestel gewoon die burger. Gewoon de Black Angus burger. En die ober, die zegt tegen mij van, goh, wil je misschien een paar pepertjes op? Dus ik denk, ja, een beetje peper, ja prima. Dat je voor de smaak eraan toe. Ja. Dat zo dacht ik inderdaad. Een beetje peper, tuurlijk. Een vlees, een beetje peper erop, dat hoort. Ja. Dus ik zeg, ja, prima. En toen hoorde ik hem in zichzelf zeggen, de helse burger. En ik denk, oh, even. Ja. Dat gaat niet goed. Nou, ik kreeg die burger, joh. Ik zat serieus de pepers te kauwen gewoon. Ik voelde ze gewoon, die peperbolletjes kapot gaan. Mijn hele bek stond in de fik. Mijn lippen voelde ik gewoon niet meer daarna. Zo intens pittig was het. Ik zag ook een beetje met tranenhoogjes zitten dat weg zitten te werken. Zo, ja, die anker gewoon. Het was echt heel erg pittig. En ik ben ook al niet zo van de pittig eten. Dus ik vond het een beetje tegenval. En toen heb ik ook achteraf nog gezegd, want hij vroeg, wat vond je ervan? Ik zei van, ja, ik vond hem op zich wel lekker. Maar ik vond hem heel erg pittig. Weet je wat hij zegt? Ja, dat weet je, want hij was erbij. Zegt van, ja, dan had je er een paar peperbolletjes af moeten halen. En van, ja, als dat je advies is, dan nee. Nee. Nee, nee dat, snap ik. Dat is geen correct antwoord. Plus, praktisch gezien kon het ook gewoon niet. Want dat broodje was zo slap. Er zaten ook olijven op en die hou ik ook niet van. Die wou ik er ook wel afhalen. Maar dat lukte al niet. Maar een paar pepertjes is eigenlijk ook heel erg abstract, hè? Want een paar pepertjes, dat kan natuurlijk van alles zijn. En bij jou, volgens mij, zaten er gewoon volledige jalapeno-pepers op. Ja. Dat was het volgens mij, toch? Nou, echt. Het was net Griekenland, joh. Sorry, maar een fikte ding. Niet te doen. Nee, dat vond ik een beetje tegenvallen. En dus ook omdat lang duurt. Maar hoe was jouw ervaring? Jij had een andere burger ook? Ik had een vegan burger. Die had ik de vorige keer ook al genomen, dus ik wist wel wat ik kon verwachten ervan. Op zich is dat prima. Het is niet, je krijgt daar niet extreem veel. Dus het is prima te verteren eigenlijk. Maar wat ik altijd heel belangrijk vind, dat is ook de vorige keer waar ik op in ben gegaan bij de Blonde Pater. En dat is dat de bediening. Ja. Ik vind dat de bediening, die kan de hele ambiance of
gigantisch verpesten of heel erg fijn maken. En ik vond dat dat bij de Blonde Pater heel goed gebeurde. Er werd 1 of 2 keer aan ons gevraagd van is het naar wens? Mm-hmm. En niet al te opdringen, rustige bediening. Maar ik vind dat dus bij Brouwerij de Hemel, daar werken we een stel popiopies. Ja. Daar word je echt daar word je zo naar van. Die gewoon constant aan je tafel grapjes komen maken. En als ik het dan toch mag zeggen, er werkt één gast. Er werkt één gast. Geen namen noemen. Ik weet ook hoe die heet. Oh. En die komt gewoon constant vragen of je dorst hebt. En dan zeg je van ja, maar ik weet het nog niet. En dan gaat hij je iets aanbevelen. Van ja, kan ik je dan helpen ergens mee? En denk van ja, maar ik heb die kaart nog helemaal niet bekeken. Laat me met rust. Ik vind eigenlijk Brouwerij de Hemel, vind ik eigenlijk de Douglas van de terrassen. Ja, gewoon meteen vragen of je geholpen kon worden. En dan op zo'n hele nare, populaire, autoritaire manier. En dat vind ik zo vervelend. En dan de rest, kijk, wat we toen ook al besproken hadden. Je hebt daar alleen maar huisbieren. En dat is prima, want het is brouwerij. Maar ik was er laatst met mijn ouders een keer. Mijn moeder die wilde een Liefmans hebben. Ja, die hebben ze dan niet. Nee. En dan hebben ze ook niet iets wat erop lijkt. Geen kriek of iets. Dat hebben ze allemaal niet. Nee, klopt. Ja, ik vind inderdaad, ze hebben best wel een flink aantal huisbieren. Maar over het algemeen genomen is het toch weinig omdat ze niks anders hebben. Ja, ja dat klopt. Over het algemeen vind ik het wel een leuk terras daar. Het is gezellig. Ik vond het qua de bezorging redelijk snel gaan. Er is ook in mijn ervaring ook nooit echt iets verkeerd gegaan bij de Hemel. Nee. Alleen dat ze inderdaad jou een paar pepertjes erop voegen en uiteindelijk gewoon met een hele jalapeno peper. Nou ja, wat je zegt, de bediening was snel als in, zeg maar, het duurde heel lang voordat ze iets komen opnemen. Maar als ze hem hebben opgenomen, dan komt het ook wel redelijk vlot. Ja. Dat dan weer wel. En ze kwamen op een gegeven moment ook zeggen dat bestek brengen van ja, het kan nog wel even duren. Toen we al 20 minuten zaten te wachten op het eten. En ja. drie minuten daarna toe kwam het. Dus het was een soort van pleister op de wond. Ja. Maar dan nog. Ik vind dat populair. Dat kan ik heel slecht hebben. Maar we kunnen alvast de uitslag bekendmaken. Het aantal flamingo's voor Brouwerij de Hemel is 3. 3 stuks. Ja. Vonden we een mooi middenmaat. Ja. Dit 2 vind ik dan weer te weinig. Want het is wel een goed terras. Maar het kan beter. Het kan zeker beter. Dus 3 is op zijn plaats, vind ik. En dan moeten ze er maar genoegen mee nemen. En zo niet, dan is het huilie, zoals de Heidroosjes zouden zeggen. Die hebben een nieuwe single uitgebracht. En er is meer nieuwe muziek deze week.